KBO Prinsenbeek presenteert ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum het multimediaprogramma Gouden Grijp. Een journaal in 4 delen van de laatste halve eeuw. Uw gastvrouw Marie-Cécile Rovers-Schipper. De eerste atoomonderzeeër ter wereld, de Nautilus, wordt op 20 januari door de vrouw van de Amerikaanse president, Mimi Eisenhower, te water gelaten. Kolonel Nasser wekt in Egypte grote beroering. Hij wordt na een bomaanslag te hebben overleefd door de revolutionaire raad tot premier van Egypte benoemd. Hij ziet ook kans een tegenstrever, president Naguib, uit te schakelen. De kiem voor de latere Suez-crisis is gelegd. Elvis Presley, tot nu toe totaal onbekend, scoort zijn eerste hit. Elvis groeit uit tot een wereldidool. Jean van den Berg laat in een ijskoude winter niet alleen de Friese warm lopen voor de Elfstedentocht. Hij wordt op 3 februari glorieus winnaar in 7 uur en 32 minuten. Prinsenbeek is nog altijd een dorp waar het leven van alle dag zijn rustige bekende gangetje gaat. En de benzineprijs is van een ongekend laag niveau. Toch komt er zo langzamerhand groei in ons van ouds agrarische dorp. Hier en daar beginnen nieuwe wijkjes te komen, als zijstraten of parallelstraten van de Groenstraat en de Beekse Straat. Het verenigingsleven bloeit als nooit tevoren. Sport kent een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Jongens en meisjes die hun kunnen maar al te graag demonstreren. Naast de jeugd zijn ook de ouderen volop in beweging. Er komt een Rooms-Katholieke Bond van Oude vandaag. Later de Diocesane Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden. En in 1954 krijgt Prinsenbeek een eigen plaatselijke afdeling met alles erop en eraan. Doelstelling? Het onderhouden van sociale contacten, belangenbehartiging en het organiseren van activiteiten. Patroonheilige Sint-Jozef. Aantal leden bij de oprichting 19. Getuige het eerste handgeschreven notulenboek is een goed handschrift voor een secretaris vereist. Janus van den Berg is de eerste voorzitter en secretaris. Kees Weterings is de eerste penningmeester. Hij wordt in 1968 voor zijn verdiensten tot erebestuurslid benoemd. Een bond zonder geestelijk adviseur is ondenkbaar. Kapelaan van Dongen is de klos en hij klaart de klus in het eerste jaar. Jan van Baal volgt na een jaar Janus van den Berg op. Hem wacht in 1968 het erevoorzitterschap. De wereld wordt in 1955 verblijd met de eerste McDonald's. In hetzelfde jaar verschijnt voor Prinsenbeek en de Prinsenbekenaren de Gertrudesklok. Kerkelijk nieuws vormt het daarvan jarenlang de basis. De AOW, de Algemene Ouderdomswet, krijgt gestalte onder Vader Gibrees. Kolonel Nasser, al eerder genoemd, besluit in 1956 het Suezkanaal te nationaliseren. De oliecrisis is een feit. De eerste autoloze zondag is een direct gevolg. Ook de dienstauto van Marga Compé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, staat zondags op stand. Het oranje gevoel steekt in 1957 de kop op als Corrie Brokke het Eurovisie Songfestival wint met Net als toen. In Prinsenbeek bloeit het rijke Roomse leven als nooit tevoren bij de eerste plechtige heilige mis van neomist Fons van der Kar. Het dorp loopt, ondanks de regen, uit voor een piepjonge priester en een trotse familie van elkaar. Onze zuiderburen, de Belgen, zijn fier op hun wereldtentoonstelling, waarvan het Atomium een ongekende trekpleister is. 42 miljoen bezoekers trekken in 6 maanden tijd naar Brussel. Aan de Hula Hoop-rage doen niet alleen die bezoekers mee, maar in Nederland wordt wel in totaal 3500 kilometer buis verwerkt om aan de vraag naar hula hoops te voldoen. Al hula hoopend naar Eindhoven, naar Van Doornes Automobielfabriek, waar het eerste DAFje wordt gepresenteerd. Voor de liefhebbers, een personenauto met een volautomatische versnellingsbak, dankzij de Variomatic, een uitvinding van Huub van Doornen. Kostte 3.980 gulden, maximum snelheid 90 km. Nederland wordt veilig verblijf met de winning van het eerste aardgas. Door de jaren heen een grote impuls voor de Nederlandse economie.
Kardinaal Roncalli wordt in 1958 gekozen tot de nieuwe paus. Hij zal zich als Johannes de 23ste ongekend geliefd en populair maken. De gedeken lange rok van de paus staat in schil contrast met de door Mary Quant geïntroduceerde minirok. Nederland verpletterd in 1959 in het Feyenoordstadion België met 9-1. Paas Wilkes wordt 4 maanden. Men spreekt in België van de Feyenoord. Kees Goos zet op de beek nog bijna dagelijks een aardbei aan de straat. En Theo van Gool brengt trouw zijn zomerkoninkjes naar de verzend. Janneke Joosen voert het hoogste woord bij de openstelling van de verharde zandreef. De nieuwe gemeenteraad presenteert zich aan de bevolking van Prinsenbeek. Bekende gezichten, bovenmeester Emma Lofstra en Janneke Wilkes. Het huis aan de Klepel is ook nieuw bij de gemeente. Met berichten aan de burgerij over de gang van zaken op het gemeentehuis. Gertrudesoord komt tot stand. En Adrie Verwijmeren heeft de druk met de afwerking van de verregaande nieuwbouw in het dorp. Jonge moeders kletsen bij en zuigelingen en kleuters huilen in het vervoer van spanning en verdriet in het nieuwe wit-gele kruisgebouw. Waar Anneke Aerts als administratrice de scepters waait. Die baby's en kleuters kunnen vanaf nu getroost worden met een Barbie-pop, waarvan in Amerika het eerste exemplaar op de markt is gebracht. Naar schatting zijn er nu al 1 miljard om de wereld gezien. John F. Kennedy, een tot dan toe vrij onbekende senator in Amerika, wint in november 1960 vrij onverwacht de presidentsverkiezing. Hij verslaat Richard Nixon. De 27-jarige Russische majoor Yuri Gagarin wordt held van de Sovjet-Unie als hij met de Vostok 1 als eerste mens een volle omwenteling rond de aarde maakt. John Glenn maakt enkele maanden later door Amerika de vlucht rond de aarde in de Mercury-capsule Friendship 7. Het ruimtetijdperk is begonnen. Of de Berlijnse muur in aanbouw vanuit hun ruimtecapsules ook zichtbaar is, blijft onbekend. Deze muur leidt intussen tot grote spanningen in de hele wereld. Bij het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard gaat het er feestelijk aan toe. Het feestrumoer is nog maar nauwelijks gestopt als prinses Wilhelmina op 82-jarige leeftijd komt te overlijden. Ze wordt met wit ceremonieel in Delft bijgezet. Voor de actie Open het Dorp is heel Nederland op 27 november 1962 in Rapperwoerd. Mies Bouwman haalt in 1 dag 13 miljoen op en verwerft zich bijna de status van onsterfelijkheid. Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne kikker, wie is het voor iedereen? Op de beek gaat de vlag uit. De 5000ste inwoner is met Nico Aerts een feit. Drie weterings krijgt het koninklijk lintje voor zijn vele werk in allerlei besturen. Er gaat een schok voor de hele wereld als de Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy in Dallas wordt vermoord. Zelfs de IJsselmeer wordt oud weg in de volgende extreem strenge Nederlandse winter. De Elfstedentocht wordt onder barre omstandigheden verenigd. Reinier Paping komt na een worsteling van 11 uur als eerste over de streep. Vredig en rustig is het nog altijd op de boerderij van Vergees aan de Grindweg. De KBO groeit en het ledental stijgt tot 320. In het Maria Goretti-huis wordt de druk doorgekaart door mevrouw Vommeren, Kesje Verwijmeren en Koos Kamp. Bart van der List, Jaan van Gils en Jan Nuiken toveren de mooiste karambols op het biljart. In een grote dorpsoptocht loopt ook de KBO mee. Ze gaan bij café Toon Aerts, zijn vrouw Mien en nog een rietje een afzakje halen. De emancipatie zet ook door bij de KBO. De dames Jan Smartens en Mien Nuiten doen hun intrede in het bestuur. Het bondsorgaan Levensavond is verkrijgbaar voor het luttele bedrag van 1 cent. Jan van den Berg ziet wel groot in zijn functie van vaandeldrager. En niet alleen bij officiële gelegenheden, hij komt er zelfs mee langs de bar. Pater Piet van Hulten doet in de week zijn eerste plechtige heiligenis. Hij vertrekt later als missionaris naar Malawi. Wat een verschil tussen toen en nu. Het kunstschaatsen met de Big Vlak, Dubbele Rietbergen en andere figuren wordt steeds populairder als Sjoukje Dijkstra bij de Olympische Winterspelen in Innsbruck de gouden medaille. De Beatlemania kent in Nederland nauwelijks grenzen als de
Concert naar Blokkertoon. Tijdens een rondvaart door de Amsterdamse grachten staan tienduizenden langs de kant en springen hekenbakende fans in de bar. In Prinsenbeek droomt pastoor Wolters al jarenlang van een nieuwe kerk. De mooie, oude, doodsbeeldige kerk wordt opgeofferd voor nieuwbouw. De val van de oude toren is een mijlpaal in de Beekse geschiedenis. Aan de nieuwe kerk moet iedereen erg wennen. Ook wordt er gebouwd en verbouwd aan de Kapelstraat, waar de familie Schuybroek de eerste zelfbediening van Prinsenbeek opent. 1966 weer goed, als Art en Casey furoren maken op het wereldkampioenschap van schaatsen in Gothenburg. Goud voor Art en rond voor Casey. Dus vrede voor ons. De provo's en aanverwante groeperingen proberen de plechtigheden te verstoren bij het huwelijk van prinses Beatrix en Klaus van Amsberg. Verklaart gij vrouwelijk alle plichten te zullen vervullen welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland komt de Zeeland. Een imposant bouwwerk op 54 pijlen en met een lengte van 5022. Een 100-jarige in Prinsenbeek, de heer Mag. De oprichting van de BAK, de Beekse Algemene Carnavalsvereniging, is voor het Beekse carnaval zeer belangrijk. Rien Schuybroek gaat de eerste jaren voor in de leugen als prins Reinier. Hij krijgt waarde op vorders in onder andere de prinsen Xavier, Casimir, Joop, Rijn, Fox, Marines en Leo. Prinsenbeek wordt voortaan met carnaval Boemerdorp. Theo Schipper en Herman Dirk, respectievelijk eminent voorzitter en secretaris, tekenen voor een sluitende organisatie die groeit en groeit en uitgroeit tot een groots evenement met een carnavalsoptocht die zijn skelet niet kent. Bakzittingen zijn elk jaar een definitie uitgevoerd. Afgrond van die einde van Popzit als Belsterieken tot een legaloze bakplek. De KBO wordt door de carnavalsprins nooit vergeten. Corrie van Dongen wordt in 1966 de eerste vrouw in de gemeente. Helaas fietst ze er in 1974 weer uit. En zien we daar ook niet Jan van Geel. Een koninklijke winnaar. Prins Willem-Alexander brengt op kasteel Drakenstein geluk bij Beatrix en Klaus, familie en heel veel Nederlanders. In 1968 wordt de wereld weer opgeschikt door een Goedemorgen in Amerika. Op 4 april wordt in Memphis Martin Luther King, de zwarte mensenrechtenstrijder, doodgeschoten. De Tour de France kent in dat jaar voor het eerst een Nederlands leger. Jan Janssen beslist in een bloedstollende laatste tijdrit de einduitslag in centrum. De Riedijk is nog altijd ver verwijderd van asfalt en steen en levert nog steeds een pittoresk dorpsplaatje op. En ons dorp leeft als nooit tevoren. Vrijwilligers doen geweldige klussen, onder andere aan het onderhoud van het kerkhof. Vogelliefhebbers richt de vogelvereniging Privel op. Tot een lengte van jaren organiseren zij beurzen en tentoonstellingen voor de ware vogelvrienden. 1969 brengt de eerste mens op de markt. Op 21 juli spreekt Neil Armstrong als een knapje afdaalt naar een maanoppervlak die een steuntje worden. KBO lijkt die grote stappen mee te doen. Bij het 15-jarig jubileum telt men 506 leden. Contributiebetalers van 12 gulden per jaar. En zo langzamerhand uit alle geledingen van de bevolking. De KBO toont aan dat senioren nog steeds vitaal zijn en met z'n vele activiteiten en activiteiten besturen veel meer is dan wel eens spottend wordt gezegd. De club van KKK, koffie, dienen, kletsen.
Milan te klein als Feyenoord in Milaan de Europa Cup wint. Celtic wordt met 2-1 verslagen. Gibbers Beek lijkt alles een gestage eikengang te gaan. Maar toch, bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn er maar liefst 7 partijen. Op sterke stand tegen het Alexandrisch Spook vormen 4 partijen een samenwerkingsverband. Herman Dirtse en Ben Hennekamp doen hun intrede in de nieuwe raad. Laco, van de jeugd met een heus bezetting van de raadzaal, krijgt Prinsenbeek een echt zwembad in de kaart. Vooral dankzij de gezamenlijke inspanning van vele weken. Binnen een jaar is Carla Rovers al de 10.000ste bezoeker. De KBO laagdrempelig. Nu al voor 55-plussers. De eigen toneelclub gaat van start. Stukken als De Vergeten Dokter en een standbeeld voor Jeanne d'Arc zijn een ongekend succes. In de vroege ochtend van 25 augustus 1972 beleeft Prinsenbeek een ramp van grote omvang. Op de Rijksweg doet zich in een verstikkende mist een serie kettingbotsingen. 13 personen komen om het leven. De materiële schade is enorm. Hulpverleners komen handen en voeten tekort om hun werk. De bouw van Hagedonk opent voor bejaarden nieuwe verzorgingsmogelijkheden. Ned Bruylands is de enige in Hagedonk die de volle kracht van de Brabantse klederdracht in ere houdt. Modern Prinsenbeek, een nieuw weekblad in plaats van de Gertrudesklok. Uitgeverij Gart brengt ook algemeen weeks- en verenigingsnieuws huis aan huis in ieder gezin. Kraamzuster Joop van Baal, 25 jaar in Prinsenbeek werkzaam. Hele generaties heeft zij de billen gewassen. Of ze dat ook bij de twee Beekse drielingen heeft gedaan, wie weet. Het zal Ronnie, Robin, Erwin van Praat en Judith, Claire en Hélène Hendricks een zoon. Het Maria Goretti huis voorziet in een grote boerderij ruimte voor het Beekse verenigingsleven. President Nixon vindt zijn Waterloo in de Watergate af. Hij heeft in het huis van afgevaardigden in de Senaat vrijwel geen steun meer. Gerald Ford volgt de pot. En weer gaat Prinsenbeek naar de stembus. Nieuwe namen in de raad zijn onder meer Fried Houtenpen, Toderon en Vastrijd. Nederland verliest bij het WK voetbal met 2-1 van Duitsland. Een langdurig trauma is het gevolg. 2-1 van Duitsland. Treinkaping bij het Rensenweg. Op 2 december 1975 kwamen 7 Zuid-Molukse jongeren een intercity trein. 23 gijzelaars zitten 12 dagen vast. Gevallen 3 doden. 2 dagen later zetten 6 Zuid-Molukkers het Indonesische consulaat. Er is 1 dodelijk slachtoffer gebeurd. In mei 1977 volgt in Bovensmilde een nieuwe treinkaping en gelijktijdig de bezetting van de openbare lagere school. Het kost uiteindelijk 6 Molukse kapers en 2 gijzelaars het leven. Op 24 juli wordt de 10.000ste wekenaar geboren. Het is Koen Klaas. Kees Karremans is 16 jaar KBO-bestuurslid, waarvan 11 jaar penningmeester. Hij wordt koninklijk onderscheiden. Ons huis, een nieuwe en eigen KBO-onderkomen, wordt gebouwd. Nieuwe biljarts, kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, verhoogde de feestdruk. De terecht trotse werk van ons huis wordt nageslacht vastgelegd. Dat kent u ze? Koos Kalk, Bart Martens, Nico Buijs, Jan van den Berg, Piet van Dijk, Janneke van Zunder, Jan van Eijkenkos, Toon Bastiaans, Rien de Gouw, Geesie Graaf en Piet Vijfers. Uit het financiële overzicht blijkt dat de contributie nog steeds 1 gulden per maand is. 12 hele gulden per jaar. Mevrouw Lukkevuur wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van onze KBO. Een feestelijk muziekje van 0607, de muzikale verrassing van 1977, is wel op zijn plaats. En half Nederland zingt, het leven is goed in het Brabantse land. Giske Fusenek 100 jaar, wie doet het hem na? Weer tijd voor onmiddellijk onderscheid. Burgerbasis. Eind van de band ontvangt pauselijke waardering met Corvetesia het ontwikkeltje. Na het
Prins van de Haag weende, stond op 11 december 1979 Prins Beek voor de tweede keer op 10.000 inwoners. Jacobus van Zijl is een gelukkige. De NKV-afdeling Prins Beek viert zijn 40ste verjaardag. Nieuwe kruispijnstaties voor de kerk door 14 Beekse kunstenaars geschilderd. In ieders eigen stijl, stuk voor stuk een aanwinst voor de volgende. Pierre Wagens neemt in 1979 afscheid als burgemeester. Later krijgt hij de gemeentelijke erepenning en er wordt zelfs een park nagenoemd. Meester Leonard van Wiel neemt het bestuur van het bestuur op. Lang gewacht en stil gezwegen. Het Eikenbos opent eindelijk zijn deur. En de KWO? 25 jaar oud en al 585 leden. 1980. Op 26 februari weent sergeant Neesje Woutersen met een legertje soldaten een groep in Suriname en presenteert zich daar als de grote leider. Op haar 71ste verjaardag doet koningin Juliana afstand van de koning. De inhuldiging van haar dochter Prinses Beatrix wordt in Amsterdam vreed verstoord door kraakstallen die de dag uitroepen tot Nationale Kraakdag. Maar je ontzoet wel een winter toe. De bloedmaat en die kuipers voor twee. De postbloed is opgevangen. Weer een 100-jarige heeft Prinsenbeek. Toon van den Hoek, een heel jong. Paus Johannes Paulus II raakte in mei op zijn wekelijkse audiëntie op Pietersplein ernstig gewond bij een aanslag. Engeland feest. Diana en Charles trouwen. Bejaarde woning in het Gertrudestoor en het Zilverhof. Een aanwinst voor de week. Kees van Dijk, al onbekend, 25 jaar dood. De Looi heeft zijn dijk gehad en gaat in. De scouting strekt de vlag in de Looi, maar vindt een pasklaar modern eigen onderkomen in de Sjorre. Oud schoolhoofd en oud gemeenteraadslid meneer Lonstra komt te overleggen. Bandkleden voor gemeente. KVO, LHRO, Plattelandsvrouwen en de club Eigen Handen zorgen voor een fraaie aankleding van het gemeentehuis. De KBO tekent voor het kleed de titel Het Park. In oktober 1983 doen 550.000 mensen mee aan de anti-kruisraketdemonstratie in Den Haag. Weer een feestje in Prinsenbeek. Riem van der Westen, 25 jaar raadslid, waarvan 20 jaar wethouder. Joop Jansen zit eveneens 25 jaar in de gemeenteraad. Weer feest bij de KBO. Een vernieuwd en gemoderniseerd ons huis wordt door mevrouw Verwiel feestelijk heropend. Prachtige aanloop naar 1984, het jubileumjaar. Al 30 jaar intussen en nog steeds volop leven in de bouwerij. Dankzij toegewijde bestuurders en veel trouwe vrijwilligers. Gezelligheid, goede verzorging, kaarten, verjachten, ouderentoneel en educatie. 30 jaar KPO. Van dag, van jaar tot jaar. Bond van ouderen en toch midden in het leven, midden in de wereld. 530 leden de tuimen daarvan. Van Betten is de jubel de winnaar.
In Tsjernobyl ontploft de kerncentrale. De gevolgen zijn in heel Europa merkbaar. Een autogasontploffing aan de Julianaan schrikt een spiegel. Een grote ravage is het gevolg. Mevrouw Franken staat nog te trillen in de keuken als een echtpaar Ribbens overlegt met hun verzekeringsrecht open. Wat nu? Bij de KBO treedt Koos Wijkers na 13 jaar besturen terug. Jan van Haver is 11 jaar penningmeester. Hij krijgt voor zijn vele verdiensten, ook op andere terreinen, een koninklijk onderscheid. De eerste nieuwsbrief verschijnt. Met alle bijzonderheden over het rijden en zeilen van de KBO Prinsen. Het penningmeesterschap wordt getekend opengedragen. Zelf voor de contributiebetaling krijgt men een keurige nota. De handwerkclub heeft weer een tentoonstelling met veel variatie en een grote belangstelling. 1987, de veerboot Herald of Free and the Power zingt voor de haven van Zeeburg. De laaddeuren blijken nu gesloten. Van 200 doden. En Prinsenbeek? Prinsenbeek is nog steeds rijk, maar saai, is de conclusie van de stem. Aan de Hamadrilaan opent de protestants-christelijke gemeente haar nieuwe kerk, het Kruispunt, in beide tijden de ontmoeting. Yvonne van Gennep zorgt voor nog meer oranje gevoel. Zij wint 3 gouden medailles op de winterspelen van Calgary. Prins Carnaval Marinus de 22e komt als eerste passagier aan op het nieuwe station Prinsenbeek Breda. Nacht Toon van Beurde heeft eigen vervoer. Hamel Museum bestaat 100 jaar en viert dit met een gedurfde concertuitvoering van de musical West Side Story. 1989. De spanning aan de Oost-West-Duitse grens stijgt ten top. Eindelijk valt op 9 november de Berlijnse muur. 50.000 Oost-Berlijners bezoekt het westelijke stadsdeel en wanen zich even in Lui-Lekkerland. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van burgemeester en wethouders vordert gestaag de herbestrating van de Beekse Markt. Nieuw tuinpad aanleggen, bel BNW. Een herinneringstekel bij de opheffing van het stichtingsbestuur Gertrudesoord. Een passend aandenken. Ons aller Janneke de Vries. 60 jaar getrouwd met zijn Anneke. In de oude molen van Dikmans komt na de Primarkt een Albert Heijn-vestiging. Ook Prinsenbeek gaat op de kleintjes letten. In 1989 viert de KBO het 35-jarig bestaan. Van zustervereniging Etteleur komt een felicitatie in de vorm van een oorkonde. Met jokeren, ook tijdens een jubileum, sta je als bestuur nooit voor joker. Viva la Musica. Het eigen ouderenkoor wordt opgericht. 30 leden onder de bezielende leiding van Rien Schetters als dirigent en Annie van Geel als voorzitter. Rien dirigeert nog steeds en Annie zingt nog steeds. Van luitenant-kolonel tot ridder. Voor de koningin een lintje, een fluitje van een cent. Kees de Vouw en Jan van Dongen linten mee. Janus Ome trapt zich langzaam maar zeker naar het wethouderschap. De hele wereld houdt de adem in als op 17 januari 1991 de eerste golfoorlog uitbreekt. In de operatie Desert Storm wordt het Iraakse leger verslagen, maar despoot Saddam Hussein handhaaft zich. In ons huis bingo de KBO dat het een aard heeft, want geleerde kenners zeggen bingo is goed voor de hersenen. Bill Clinton wordt in Amerika president. Een ramp, een catastrofe, als een El Al Boeing 747 crasht op 2 flats in de Bijlmermeer. 4 bemanningsleden en 39 bewoners komen om het leven. Prinsenbeek afficheert zich intussen als het dorp van goud. Burgemeester Verwiel vertrekt als burgervader en maakt plaats voor Kees Jan de Vet. De plaatselijke brandweer 200 jaar. Cor Schel, voluit Cor de Graaf Schellekes, slaat indien nodig alarm. De brandweermannen stromen in grote haast toe. Na het blussen geldt van buiten nat, van binnen nat, bij Thijs Kavelaars. Ook met een stil alarm is men binnen de kortste keren op weg naar een brand of een andere calamiteit. Het seniorenberaad timmert aan de weg. Voor een gloednieuw van alle moderne gemakken voorzien onderkomen van de KBO wordt de eerste steen gelegd. Op 21 september is de officiële opening van de Zilverberg. Een naam bedacht door het echtpaar Bergvoets. Op de open dag komen niet alleen 65-plussers een kijkje nemen.
Leontien van Morsel wordt wereldkampioen op de weg bij het wielrennen. Zij verslaat haar eeuwige Franse rivale Janine Longo. Prinsenbeek gaat mee in de vaart der volken. Het kinderdagverblijf Prikkenbeek biedt werkende ouders de zo gewilde opvang van hun kroost. Uit de kerststal op de markt wordt Maria gestolen, een vreemde vorm van devotie. Regisseur Jan van Zundert en de cast van De Jantjes krijgen terecht de cultuurprijs voor hun geweldige uitvoering van dit volkstuk met muziek. Tegenwoordig zou het een musical heten. Nelson Mandela wordt na de eerste vrije verkiezingen president van Zuid-Afrika. Een omwenteling in de geschiedenis. Ruud Lubbers is de langzittende premier van Nederland. Hij regeert 3908 dagen en wordt verdreven door Wim Kok met diens eerste paarse kabinet. Het comité Behoud Prinsenbeek pakt de nieuwe annexatiedreiging door Breda op zeer ludieke wijze aan. Helaas te vergeefs. Gemeentesecretaris Jan Geraerts wordt bij zijn afscheid tot ereburger benoemd. Het Prinsenbeek Jongerenkoor zorgt al 25 jaar voor een eigen jongerensound in kerkelijke vieringen. De KBO, 40 jaar. Een eigen jubileumuitgave en iedereen uitgenodigd voor een groot feest waar Toon de Sauwelaar de feestvierers van maakt. Samen lekker eten en natuurlijk een feestbingo. Want, weet u het nog? Bingo is goed voor de hersenen. Een vrije tijdsmarkt laat zien wat artistieke KBO'ers vermogen. Henny Thijssen staat in de drup van de lintjesregen, samen met de heren Rutter, Hagmans en Frans van der Pol. Tragisch is de gang van zaken bij Fokker. Moederbedrijf Daza laat Fokker uit de lucht vallen. Fokker is failliet. Richard Krajicek gaat de geschiedenis in als de eerste Nederlandse winnaar van Wimbledon. Mooi, mooier Prinsenbeek. En zeker met het nieuwe koepeltje op de markt. Als muziektempel te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Henk en Adrie Notenboom zijn in mei 65 jaar getrouwd. Het echtpaar Landman is baas boven baas. Zij zijn al 70 jaar samen. De KVO, de katholieke vrouwenorganisatie, bestaat 60 jaar. Ben je 60? Een cabaret door eigen leden is de topper van het feest. Pastor Schakenraad viert zijn zilveren feest. 25 jaar in dienst van de gemeenschap. Dree Kleemans' laatste fiets. De Groenstraat zal het verder moeten stellen zonder zijn markante aanwezigheid. Bij Hagedonk kiest hij echter snel zijn nieuwe stek. Koninklijke lintjes voor Jan Dame, Janus Watzeels en Theo Schipper. Er spreekt waardering uit voor hun inzet voor het sociale leven van Prinsenbeek. Groot feest in de parochie bij het 200-jarig bestaan. Van Omen via Wolters, Willemme, Ritserveld, De Graaf naar Schakenraad. Van het eerste kleine kerkje via de prachtige kerk uit 1860 naar letterlijk en figuurlijk de kerk van nu. Het wordt gevierd tot op het kerkplein samen met bisschop Musk. Prinsenbeek moet blijven. De acties, hoe ludiek ook, zijn te vergeefs. Regerend Den Haag is onverbiddelijk, Breda is de lachende derde. Nettie en Mario Boeren geven het laatste jawoord in de gemeente Prinsenbeek. Burgemeester De Vet gaat naar Leusden. En al noemen ze ons boerderijdorp de mooiste wijk van Breda, het is over en uit en uitermate verdrietig. Prinsenbeek huilt. Prinsenbeek, gemeente Breda. Het blijft lange tijd niet gewaardeerd. En de KBO? De KBO kaart, biljart en koersbaltoer. Daar zorgen zoals altijd het actieve bestuur en de nevenbesturen wel voor. Ondanks alle schandalen wordt Bill Clinton opnieuw president van Amerika. Op 87-jarige leeftijd overlijdt moeder Teresa. Internet verovert de wereld. Naast zakelijk komt er ook volop privégebruik. Een nieuwe verslaving, een avondje internetten, lijkt geboren. Het publiek baalt, want Breda laat het schromelijk afweten. De markt lijkt wel een onkruidbos. De voormalige Heilig Hartschool, nu De Horizon, bestaat 75 jaar, maar is nog steeds een school met een hart. Op Koninginnedag is er een zeer verdiend lintje voor Jo Hermes Aarts. Hagedonk viert het 25-jarig bestaan. Er hangt fusie in de lucht. Mevrouw Simjouw jubileert mee.
De HSL-protesten nemen steeds zwaardere en ook ludiekere vormen aan. De actie HSL Zand erover haalt zelfs de landelijke media. En met succes. Want de HSL gaat bij Prinsenbeek gedeeltelijk ondergronds. Door lieden met losse handen wordt het Heilig Hartbeeld weer onder handen genomen. Een droef resultaat. Sint Sebastiaan trekt er zich niets van aan en viert het 150-jarig jubileum. 31 december 1997. Dag gulden, dag kwartje, dag dubbeltje, dag stuiver. Het is gedaan. We zullen je missen. De euro, dat wordt wennen. Hagenaar Raymond van Barneveld maakt Darten ongekend populair. Hij wordt wereldkampioen in het onaantastbaar lijkende dartland Engeland. Sjaantje en Piet van Gerwen geven niks om dart, maar vieren wel hun 60-jarig huwelijk. Weer slaat weemoed toe. Het eikenbos gaat dicht. Een laatste rondje en dan op naar de Drie Linden. Honderden miljoenen mensen kijken op 11 augustus naar de zonsverduistering. Hagedonk gaat fuseren met Oranje aan. Desondanks vieren Trace van Praat en anderen 25 jaar vrijwilligerswerk. Het gemengd koor Amicitia luistert al 25 jaar kerkdiensten op. Theo Gelens en Kees Koertjes, mannen met veel verdiensten in het Beekse leven, worden lid in de Orde van Oranje Nassau. Piet en Sjaantje Nachtzaam stappen uit Spoorzicht. Het is mooi geweest, vinden ze. Spoorzicht wordt de Nans. Er komt een ontmoetingsruimte in de kerk dankzij de stichting Gisbert en Else van Laak. Mede hierdoor wordt het glas in loodraam van de gesloopte school De Engelbewaarder in ere hersteld. Dolen door een maïsdoolhof doet opgang. Corrie en Piet Matthijssen bedenken ieder jaar een nieuw thema. De KBO op reis. Een ander facet van de club. Zoetwatermatrozen met zeebenen op een rondvaartboot. Nou even uitblazen. En wat is een reis zonder koffie? Dus. En feesten als er gefeest kan worden. Nol de Jong wordt gedold met zijn 70ste verjaardag. Fietsen is een geliefde ontspanning. Met natuurlijk hier of daar even aanleggen. 7 jaar zilverwerk. Aanleiding voor publiciteit. De KBO 45 jaar. Feest voor 659 leden. Met een bloemetje voor iedereen. Koosje Vissers krijgt de zilveren speld voor haar vele verdiensten voor de KBO. Een feest zonder bingo is geen feest. En, u weet het nog, bingo is goed voor... Juist. Rien Schetters bezingt in een door hem geschreven feestlied met Viva la Musica de jubilerende KBO. Zijn tekst. Vandaag de dag der Beekse senioren. Hun bond bestaat thans 45 jaar. De KBO is in dat jaar geboren. Waar blijft de tijd? Ja toch, het is wis en zeker waar. Wij willen u, bestuur, feliciteren. Ja, allen die stonden steeds voor ons klaar. Wij weten uw inzet goed te waarderen. Op naar de gouden jaardag. Zeker na 5 jaar, op naar de gouden jaardag na 5 jaar. NOS Journaal. De eeuwwisseling wordt wereldwijd één groot vuurwerkspectakel. Ook in Prinsenbeek laat men zich niet onbetuigd. In scherp contrast daarmee staat de vuurwerkramp in Enschede. Op 13 mei, 'smiddags om 3 uur, ontploft SE Fireworks. Er vallen 22 slachtoffers en 562 gewonden. Een nieuw contrast. Twee 60-jarige huwelijken. De echtparen Wijnen Rovers en Matthijssen van Baal zijn de huwelijksdiamantairs. Met nostalgische gevoelens kijken we naar de sloop van de Engelbewaarder en het Eikenbos. Einde van een tijdperk. 150 jaar Elzakken is een feest van herkenning en Brabantse gemoedelijkheid. De heemkundekring Op de Beek legt eer in met de fietsroute Monumentaal Groen.
Wim Naalden, stille maar harde werker, krijgt een koninklijk lintje. Ook Annemiek en Theo van de Hoven, Toon Rombouts en Jan Vermunt staan later zonder paraplu in een nieuwe lintjesregen. Hans Hagen komt van dezelfde regen in dezelfde drup. Zij verdient voor de KBO een aparte vermelding. Wij blijven jubelen als Viva la Musica 10 jaar bestaat. Een oudere koor met jeugdig elan. De HSL blijft de gemoederen bezighouden in Prinsenbeek. Talrijke protesten kunnen de hoge druk vanuit Den Haag niet vertragen, laat staan tegenhouden. De beide torens van het World Trade Center, de Twin Towers, worden weggevaagd. Op 11 september 2001 slaan terroristische zelfmoordcommando's hun slag door met vliegtuigen beide torens binnen te vliegen. Er zijn 2800 doden en 1796 vermisten te betreuren. Ook het Pentagon wordt door een vliegtuig getroffen. Prins Constantijn trouwt burgemeisje Leontine Brinkhorst. Vrouwelijk Nederland zit weer geboeid voor de buis. Stichting De Drie Linden komt van de grond. De Beek raakt er zo langzamerhand weer thuis. Huisartsen en apotheek komen onder één dak aan de middenweg. Een moderne en nog betere dienstverlening aan de patiënten is de achterliggende gedachte, al blijven er nog wensen. Dokter Wim van de Kar legt zijn praktijk neer. De naam van de Kar, decennia lang een begrip in de Beekse zorg, verdwijnt hiermee. Wat ook weggaat, het dierenhoekje. Niet te handhaven op dat drassige hoekje Groenstraat Leurse Baan. Kees Nagelkerken krijgt zijn verdiende loon. Een koninklijk loon. Lid in de Orde van Oranje Nassau. Veel commotie rond de fietsbrug. En de fietser trapt zich een ongeluk om boven te komen. De KBO wil een facelift, althans voor de Zilverberg. Onder andere rookafzuiging en een nieuwe vloerbedekking. Terwijl de Schulclub 15 jaar bestaat, gaat de stoelgym onverminderd door en neemt in het jaar van de vrijwilligers Ricky van Hulten afscheid als bestuurslid. Zij brengt de volgende ode aan de vrijwilligers. Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblij. Is verbonden, maar niet gebonden. Is onbetaalbaar, maar niet te koop. Is positief denken, is positief doen, met als enig doel voor jezelf en de ander een goed gevoel. Prins Willem-Alexander maakt door zijn huwelijk Maxima tot prinses. De hoeden zijn weer formidabel en Nederland is in de ban van een koninklijk sprookje. Dat u net zoveel van dit soms lastige, maar ook zo lieflijke lapje grond gaat houden als van de kroonprins van dit land. En in afwachting van de grote balkonscène. Na koninklijke vreugde volgt het immense verdriet om het overlijden van de alomgeliefde prins Klaus. Heel Nederland rouwt mee. Wim Fortuyn wordt op het Mediapark in Hilversum doodgeschoten. Nederland verliest een turbulente, onalledaagse figuur. Er heerst grote verwarring en ontsteltenis. Mien en Jan Goos vieren hun diamanten huwelijksfeest. Prinsenbeek overstroomt. Grote wateroverlast sluit de beek volledig af van de buitenwereld. Amazen. Belslewieke Anto van den Einde krijgt een Hollands lintje, Wim Wirke en Frans Bastiaanse linten met hem mee. Jo Boeren Biemans overkomt dat ook. Geen twijfel mogelijk, dik verdiend. In 2002 nemen de protesten tegen de fietsbrug in hevigheid toe. De rechter stelt uiteindelijk het actiecomité in het gelijk. De KBO telt de lusten en lasten van 2003. Wat een verschil met 1976. Toen een balans van ruim 6500 gulden. En nu ruim 65.000. De Zilverberg 10 jaar. Weer een mijlpaal. Dus feest natuurlijk. Grote wens van het bestuur, een rollatorparking. Namens het journaal hierbij een gratis ontwerp. Piet Goos zal als kind nooit hebben gedroomd van koninklijke waardering. Toch overkomt het hem nu. De Tweede Golfoorlog breekt uit op 20 maart. Het geduld van Amerika en Engeland is op. De oorlog is heftig. We got him. Saddam Hussein wordt gevonden
in een ondergronds hol met $750.000 op zak. Door de vogelpest moeten 30 miljoen pluimveedieren worden geruimd. Een drama voor veel boeren die hun levenswerk letterlijk vernietigd zien. In Maastricht storten balkons neer van appartementen in de wijk Ceramiek. Prinses Amalia, een dochter voor onze kroonprins en zijn Maxima. Zo vlot en mooie plaat. Verlopen is. Hebben even voor 9 uur vanochtend diende het zich aan, kwamen hier naartoe en dat om 5 uur al deze wolk van een dochter in onze armen mocht liggen. Dat was een heel bijzonder moment. Met carnaval is er voor het eerst een carnavalsdienst in de kerk. Uitbundig en toch ingetogen en in stijl. Het kerkgebouw bestaat 40 jaar. Aanleiding voor aandacht en verdieping. De nieuwe, zwaar omstreden fietsbrug wordt met zwaar materieel op zijn plaats gehesen. Bij Jan de Kraan kan de vlag worden gehesen. Hij krijgt een lintje. Een kraaienplaag op de Beekse Markt verstoort de nachtrust en veroorzaakt overlast. Ze blazen uiteindelijk de kraaienmars. Het project Ouderenproef komt van de grond. Grote deelneming en een grote inzet leiden tot een krachtig rapport. De verankeringsgroep neemt bij de aanbieding wethouder Heerkes in de boot. Doet zij dit nu op haar beurt met Prinsenbeek? Een nieuw fenomeen bij de KBO. Bridge, het kon niet uitblijven. Het blijkt groot slem. Evenals de computercursussen. Ouderen leren e-mailen en internetten en blijven aldoende bij de tijd. De oudere adviseurs blijven volop bezig. Want er is meer in het leven dan rikken en handwerken. Toon de Hoon en Piet Houtenpen treden in. In de orde van Oranje Nassau wel te verstaan. Zoals later ook Wout Meeuwissen, Pastor Schakeraad, Joop Jansen en Janus Oom. Bingo is nog altijd bingo. Waarom? Dat weet iedereen nu wel. Prinses Juliana overlijdt, 94 jaar oud. Een betrokken, hartelijke, onalledaagse vrouw met een eigen wil en een eigen mening. Zelfs in de rouwdienst tot uiting. Prinsenbeek rouwt een beetje om het verlies van weer een historische plek. Piet Schipperen start met de sloop van de oude melkfabriek, waar in 1954 de melk nog wordt afgeleverd tegen 13 cent per liter en op de afrekening nog melk en boter worden gereserveerd voor de paters Kapucijnen. Nu een puinhoop en straks? Hagedonk krijgt bezoek van minister Thijs, staatssecretaris Ros en commissaris Maaiweg. Ouderenproef bepleit verplaatsing naar het centrum van ons dorp. Maar het grootste nieuwsfeit van 2004, de KBO Prinsenbeek, 50 jaar. De KBO in het goud. Nog steeds vitaal en hyperactief. Dankzij bevlogen bestuursleden, waaronder de voorzitters Janus van den Berg, Jan van Baal, Kees Verwijmeren, mevrouw Lubke Vuur, Chris van Leijsen, Wim Burmanjer en Flip van Buren. En een keur aan vrijwilligers en nestelbezorgers. Maar vooral ook dankzij de leden. 1000 inmiddels. Het 1000ste lid, Ria Vrijters de Graaf. 1000 trouwe leden. Hondstrouwe leden, van Koosje Vissers tot Nel Vermeer. En al 35 jaar lid, de superseniore Naam Biemans, met 98 jaar de oudste in leeftijd. Anna Kavelaars, met 94 jaar het oudste lid. En Stien Naalde. Plus 4 echtparen, al 25 jaar bij de club. Gijs en Ann Goos, Kees en Mien Matthijssen, Jan en Marie Wijnen en Annie en Jan van Geer. De zilveren jubilaris. Alice van Hapen, Pita Fuzenek, een vrijwilligster die goud waard is. Ida Boom, Jo Machielsen, Corrie Gabriels, die ook zeer bestuursactief is. Corrie van der Weijgaard, Dien Franke, Dina Kommers, Joost Wieder, Pita Weterings en Jo Horrevoets. Echter voor hen geen koninklijk lintje. Het lint was op. En nieuw lint voor zoveel mensen, dat kon de bruine van Beatrix echt niet trekken.